De portemonnee is leeg. Breda nu. Je weet het meteen. Sportief gezien gaat het goed met VV Baronie in Breda. Ze staan op plek 1 in de hoofdklasse. Maar de financiële situatie ziet er niet zo rooskleurig uit. Wat is er precies aan de hand? Wij vragen het aan het huidige interimbestuur. Uh, er gaan allerlei geruchten over uh, Baronie. Er heeft ook een uh, artikel in de Stem gestaan. Kunt u daar wat meer over vertellen? Want er is gisteren een hele belangrijke ledenvergadering geweest. Ja, dat klopt. Um, wij hebben, wij we zijn sinds februari vorig jaar zijn wij lid van het uh, interim bestuur van uh, Baronie. En we hadden onder andere als taak om uh, de zaak wat te saneren, uh, financieel gebied, organisatorisch gebied. Um, in dat kader zijn wij eind vorig jaar begonnen met het uh, schrijven van een, uh, ja, een reddingsplan voor Baronie. Ook gedaan in overleg met de gemeente Breda. En uh, dat reddingsplan hebben wij gisteravond uh, gepresenteerd aan de Algemene Ledenvergadering van Baronie. Mag ik vragen wat er precies aan de hand is geweest dan bij Baronie? Ja, er is een heleboel aan de hand geweest. Het belangrijkste is eigenlijk dat er een liquiditeitstekort ontstaat. En liquiditeit is heel simpel gezegd, de portemonnee is leeg. Maar hoe kan dat eigenlijk? Want ja, ik heb begrepen dat er al vijf jaar lang eigenlijk wat speelt. Klopt dat? We zeggen zelf dat ongeveer sinds 2012 de zaak niet helemaal, helemaal lekker meer gelopen is. Heel vaak zijn de besturen onvolledig geweest. En als ik u vertel dat de laatste twee jaar er met twee man bestuurd is, ja, dan kan elk normaal denkend mens op zijn klomp aanvoelen dat dat niet te besturen valt. Een club van 1500 leden kun je niet met twee bestuursleden besturen. Daar is het dus misgegaan. Dan blijven er taken liggen. Dan ontstaan er eilandjes waarop de mensen met de grootste mond de baas worden. Die gaan dat allemaal afhandelen op hun eigen manier. De communicatie gaat, gaat fout enzovoorts. enzovoorts, enzovoorts. En dan krijg je dus na een paar jaar krijg je nogal problemen, mag ik wel zeggen. En kunt u mij in het kort vertellen uh, wat er precies is uh, afgesproken gisteren? Ja, dan haak ik even in op wat Tonnel heeft gezegd. Uh, wij gaan met name uh, het vrijwilligersbeleid onder de loep nemen. Uh, Baronie heeft een behoorlijk aantal vrijwilligers. En die vrijwilligers willen allemaal een vrijwilligersvergoeding hebben. De bekende fiscaal vrijgestelde vergoeding. Daar willen we het mes in zetten. We gaan kijken naar de spelersgroep. Op dit moment krijgen de spelers ook de bekende vrijwilligersvergoeding. Dat hebben we overigens eind vorig jaar we het al flink teruggebracht. Met medewerking van de spelers, dat vind ik schitterend dat ze dat gedaan hebben. Wat de inkomstenkant betreft, gaan we enorm hard werken aan een verhoging van de sponsorinkomsten. Plus een bijdrage vragen aan alle leden van de vereniging. En ik kreeg toevallig vandaag, zei ik via Facebook, dan het, dat ik denk dat dat de eerste, een van de eerste stortingen is geweest. Dat een van de leden een storting had gedaan op de rekening van Baronie. Nou, we hopen dat dat voor alle leden gaat gelden. Breda nu. Je weet het meteen.